Helaas is het aantal zwerf- en mishandelde honden en katten hier op Bonaire erg groot op het moment. Maar hebben we Peter en Patrice van FKK Animal Rescue die hier een stokje versteken. En we gaan vandaag even bij ze kijken hoe het hier naartoe gaat. Hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen? Het is een soort van ongelukje. We kwamen ergens te wonen en bij het huis waren al 5 honden. We hadden er zelf 3. Kinderen gingen vrijwilligerswerk doen bij de Animal Shelter. Dan gaat het erg hard. Het ging ineens erg hard, ja. Toen zei ik, nou ja, dan kunnen we misschien beter een stichting worden. Want dan kunnen we misschien ook nog eens aanspraak maken op gemeentegelden. Of is misschien nog makkelijker sponsors werven. Of nou ja, zo. Ik heb een baan en daarnaast zijn we afhankelijk van donaties, mensen die willen sponsoren. We worden natuurlijk heel goed geholpen door Dierenlot Nederland. En ook op het eiland zijn bedrijven en particulieren die ons een warm hart toedragen. Dus alle hulp is meer dan welkom. Absoluut, ja. Jij werkt hier als vrijwilliger? Ja. Ja? En hoe bevalt het? Ja, ik vind het heel leuk. Ik kom hier meestal 2 of 3 keer in de week. En ja, ik vind het gewoon heel leuk met de honden wel. We beginnen eerst met schoonmaken in de verschillende hokken. Dus eerst gewoon het vieze werk eigenlijk, poep scheppen en schoonmaken en water en eten geven. En daarna dan gaan we gewoon met de honden knuffelen en ze sociaal maken. Ja. Ik vind dat een goede dagbesteding. Ja. De dieren die hier binnenkomen worden liefdevol ontvangen en verzorgd. Ook als ze medische zorg nodig hebben of geopereerd moeten worden, dan krijgen ze dat hier. Ze hebben hier een no-kill beleid, wat ervoor zorgt dat iedereen dus een tweede kans krijgt hier. Ook hebben ze deze supercoole halsbanden. Deze halsbanden worden gemaakt en verkocht in Kralendijk. En de opbrengst ervan gaat allemaal naar de hondjes. Dus dat is super.